Dames en heren, maak kennis met het beste, maar ook het slechtste idee van het jaar. Nu al, hè? Nu al het slechtste idee van het jaar. We hebben de Hong Kong Highlight 5 op een bestuurbaar autootje geplakt. En dit is de, hoe heet de bolide ook weer? Oliebolide. Oh ja, de oliebolide is dit. Dus ja, ik heb hier een cameraatje. Hopelijk gaat hij het hele spektakel filmen van deze oliebolide. Want ja, een oliebol voor op de motorkap. Ja, nogmaals, het beste, maar ook het slechtste idee. En ja, het kan maar één ding fout gaan en dat is gewoon alles. Ik ben heel erg benieuwd wat dit gaat doen. Mama, wat vind jij? Goed idee? Het is natuurlijk een verschrikkelijk stom idee. Het is natuurlijk een verschrikkelijk stom idee, zegt mijn moeder. Ja. Oké, dames en heren, hier hebben we de rijdende vuurwerkpot. Dit is echt geniaal. Dit wordt echt fantastisch. Dit wordt echt fantastisch. Rijd nog een stuk naar voren. Oh mijn god. Het gaat gestaag hoor. Oké, ik ga me aansteken en dan ja, veel plezier. Oh nee hoor. Oh joh, het werkt! Het werkt! Oh mijn god! Hij rijdt! Holy shit, hij... Dat was hem! Holy shit! Dit was het beste idee van het jaar, nu al! Oh mijn god, dat hij serieus gewoon dit heeft overleefd! Hij rijdt nog! Hij rijdt nog, kijk dan! Oh mijn god! Hij rijdt echt nog, hier! Dit is geniaal! Ik ken die oliebol, die oliebol! Die oliebol zit er ook nog voorop! Ik denk dat is een ziekte, joh! Oh mijn god! Gruwelijk mensen, echt gruwelijk. Dit is hoe het autootje er nu uitziet mensen. De pot is eraf gehaald. Een klein beetje brandschade op de achterkant zoals jullie zien. Maar voor de rest verbaast het mij dat die nog zo goed intact is. En hij rijdt ook gewoon nog, dus hij doet het nog steeds. Ja, en die oliebol is natuurlijk gewoon echt geniaal. Die zit er nog perfect op gewoon. Dames en heren, we kunnen wel concluderen dat dit een supergoed idee was. Want wat een uitwerking. En... perfect, het kon niet beter gaan dan dit. Dus ik hoop dat jullie deze korte extra video op mijn kanaal heel erg vet vonden. En ik zou zeggen, doe dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. 2019 wordt super awesome. En ik check jullie heel graag morgen weer bij een nieuwe vlog om 4 uur.